Goedemiddag. We gaan wederom naar Amsterdam Westpoort, maar deze keer gaan we over de snelweg. Het is prachtig weer, een graad of 9, 12 februari 2019. De zon schijnt, lichte bewolking aan de lucht. Het is mooi weer om te rijden. En de binnendoorrit die staat al online, maar de snelwegrit nog niet. Dus, pakken we die truck maar eventjes. Hè? Ja, om je idee te geven hoe het dan gaat over de snelweg. Ik ga nu vanaf Moerkapelle naar Amsterdam Westpoort. Misschien dat ik de terugrit ook eventjes film en online zet. Dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar dat denk ik haast wel. Want het is nu 12 uur. Dat betekent dat we dan om een uur of 1 aankomen in Amsterdam Westpoort. Als een beetje mee zit. Eerste ritje van vandaag. Er is geen klote te doen. Helemaal niks. Er staan de maanden januari, februari ook wel een beetje onbekend. Maar het is maar te rustig. Het voor mij wel een stukje drukker gaan worden weer. Hier is de A12. Die gaan we dan op richting Den Haag. En dan bij het Kluisplein gaan we de A4 op richting Amsterdam. Voor Schiphol gaan we de A5 op. Buigen we af richting Zaanstad en Haarlem. En dan nemen we de afslag IJmuiden. Om dan zo Amsterdam Westpoort in te rijden. Dan ben ik alweer bijna op de plek van bestemming. Dus eigenlijk is het kipsimpel. Kipsimpel. Er staat toch wel een beetje wind, niet heel veel, maar windkracht 4 schat ik zo in. Hoe schat je dat in? Nou ja, niet.
trek mijn bek naar het nauwe eigenlijk. Het verschil tussen de rit over de snelweg en de rit binnendoor is 14 kilometer. Dit is 14 kilometer langer. Maar omdat je geen obstakels hebt zoals rotondes, verkeerslichten en wegen waar je maar 50 mag, doe je het net zo snel als de rit binnendoor. Je rijdt weliswaar wat langer, maar je rijdt ook weer een stuk zuiniger, waardoor het verschil niet zo heel erg groot is qua brandstofverbruik. En dit geldt dan eigenlijk alleen maar als je dit niet in de spits over de snelweg doet. In de spits op de snelweg, ja, dan sta je veel in de file, is je brandstofverbruik automatisch hoger. En doe er automatisch ook langer over, dus dan rij ik liever binnendoor. Dat is dan ook wel weer drukker, maar goed. En binnendoor is sowieso, spaart dat iets brandstof uit, een paar liter, op een ritje heen en weer. Maar goed, als je het elke dag hebt en je gaat het over een maand nemen of over een jaar, dan dan bespaar je brandstof. Alleen is dan wel je bandenslijtage weer een stuk hoger. Allemaal een beetje op mezelf te nemen.
net Bleiswijk voorbij gereden. En nu zitten we al naast Zoetermeer al eventjes. De brug die je voor ons ziet, dat is een voetgangersbrug, dat is de Nelson Mandela brug. De ene kant van Zoetermeer met de andere kant van Zoetermeer voor de voetgangers en fietsers. Ja, over de snelweg. Hè. Zoetermeer is door de jaren heen ook wel een volwaardige stad geworden, waar het eerst nog een redelijk kleine gemeente was. Jaren geleden, echt wel heel lang geleden, werd dat tot groeistad gebombardeerd, letterlijk. En dat is aardig groot geworden en mag ze toch wel een volwaardige stad noemen inmiddels. Een van de weinige gemeenten in Nederland waar je nog gratis kunt parkeren als je wil gaan winkelen. In het centrum. De eerste 3 uur is geloof ik gratis. Dus nou ja, moet je het wel in kunnen doen toch? Moet een vrouw hebben met een gat in de hand, dan wordt het een ander verhaal. Maar goed, dan kun je de parkeerreis ook weer betalen. Witte koeltrailer achter. En die ga ik straks omkoppelen voor een andere koeltrailer. Met belettering van de opdrachtgever. Rij je dan gekoelde spullen? Nee. Allemaal droog. Het is ook wel handig als je een koelmotor hebt. Als je een keer wat... diepvries of vershandel wil vervoeren, dan kan het gewoon. Maar momenteel is het allemaal droogspul. Dat is ook wel lekker, want zo'n koelmotor maakt er best wel wat herrie hoor. Doen om te gaan filmen met een koelmotor aan, want die hoor je er goed doorheen. Dorp zijn we voorbij en hier zijn we bij het Prins Klausplein.
moment heb ik gebouwd zien worden. In de jaren 80. En het is nog steeds een van de belangrijkste knooppunten. Ik moet zeggen dat het qua files. Ja, het staat altijd wel files. In de spits, maar het valt redelijk mee voor zo'n knooppunt. Links ga je richting Rotterdam, naar rechts ga je richting Amsterdam, rechtdoor richting Den Haag. Dan hier ook nog naar de A13 rijden. En de A4 richting het Westland volgen. Ja, de wegen zijn behoorlijk uitgebreid hier inmiddels. De eerste plaats waar we langs rijden is Leidschendam. Dan heb je het voorpark waar ook het stadion van ADO Den Haag zich tegenwoordig bevindt. Daar zijn we net langs gekomen. Bij de N14 opdraaien, kom je zo op de weg naar Wassenaar uit. Dan kan je ook zo naar de A44. Die langs Rijnsburg komt en noem maar op. En die komt dan ook zo weer uit op de A4. Dus. Als hier een hele zware file staat, een heel heftig ongeluk is gebeurd op de A4. Ja, gaat het lekker jongen? Goed zo. Dan neem ik die weg wel eens. Maar dat doen meer mensen, dus dan sta je vaak daar ook weer vast. Dus meestal is aansluiten toch wel het makkelijkste en wachten tot het voorbij gaat. Dat is een van de nadelen van dit vak, file rijden. Maar ja, zo ontkom je toch niet aan. Maar ik had het een beetje te kloten met die camerapositie, want het is toch wel vreemd als je daar een scheef beeld zit te kijken. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe die nou staat. Ja, ik blijf er maar gewoon af, denk ik. Misschien wel het beste. Tegenwoordig s'morgens om 5:30 hier al vast. 5:30, 5:15. Dus hier al sterven is druk. Richting Amsterdam. Zo
buiten de spits om kan je over het algemeen wel aardig rijden, mits er niets gebeurt. Wij denken vierbaans, ja, ja. Straks weer een beetje verschuiving in de banen, dan gaan we twee rechtsaf richting N11. En dan gaan de twee linkse banen door naar Amsterdam. Het hele zootje dat op de twee rechtse banen rijdt, wat dan richting Amsterdam wil, moet dan twee banen om. Nou, daar is niet echt over nagedacht. Een beetje de vier banen kunnen houden en dan een keer twee aparte rijstroken ernaast maken, als er ruimte voor zou zijn. Gaan we het hier zo meteen ook krijgen. Wat je ook kunt doen is gewoon op de rechtse baan blijven. Dan parallel daarnaast blijven rijden en dan kom je automatisch weer op de baan Amsterdam uit. Dat werkt namelijk ook gewoon. Onder in beeld dat ik netjes 80 km per uur rijd. Als het rustig is op de weg en ik rijd snel, word ik zou 90 rijden, zou ik nog iets tijdwinst kunnen hebben. Maar met welk doel? Ben 3 minuten sneller en dan? Veel meer stress, moet ik alles gaan inhalen en zo. Kijk, je ziet het hier op de borden. Twee linkerbanen gaan richting Amsterdam, Schiphol en Leiden-Dorp. De twee rechterbanen gaan naar Leiden, Zoeterwouden, Alphen aan de Rijn en Utrecht. N11 en N206. Ik blijf toch die twee rechterbanen volgen. Want ik heb straks gewoon de mogelijkheid om gewoon weg te vervolgen naar Amsterdam. Met een personenauto zou ik ook op die twee linkerbanen gaan zitten. Waarschijnlijk. Want er kon er wel eens wat vrachtverkeer vanaf de N11 op die baan, die ook richting Amsterdam wil. Ja, dan zit je erachter te plakken. Ja, ik heb geen haast, dus ik ga gewoon dan deze baan pakken en als er wat voor me komt, prima. Niks aan de hand. Ik rij waarschijnlijk tot langzamer. Het enige wat ik zo meteen hoef te doen is één baantje op te schuiven naar links. Dat wordt dan de baan van Amsterdam. Hier rechts Zoeterwoude-Dorp, Leiden-Voorschoten. Stompwijk zit er dan ook wel bij. Dan kan je via Stompwijk zo naar Zoetermeer rijden. Dat is ook een weg die ik wel eens pak vanaf de andere kant. Ik ga inmiddels een baantje om. Je zal het zo meteen zien op de borden. Waarom gaat er nu al een baantje om? Gewoon omdat het kan. Twee rechtse banen gaan naar de N11. Uiteindelijk weer aansluit op de A12 bij Bodegraven. Doordat die weg er ligt, is de A12 een stuk rustiger geworden. Althans, dat was de bedoeling.
laten we zeggen, doordat die weg er ligt, is de A12 niet drukker geworden. Maar dat scheelt wel heel veel. Aquaduct waar we nu onderdoor gaan, waar we zo meteen onderdoor gaan, dat is het voorportaal. Gaan we onder de Oude Rijn door, redelijk nieuw van 2014, is 5 jaar uit inmiddels. Opgeleverd is. Zij is al een tijdje bezoet geweest hoor. Daar rechts de afslag Hoogmade met een brandstofpomp en parkeerplaats Aurora. En daar hebben ze hele lekkere broodjes. Daar gaan we nu niet heen, maar daar hebben ze hele lekkere broodjes. Plaats maak ik er wel eens een half uurtje of drie kwartier als het nodig is. Als je niet weet hoe dat werkt, leg ik ze even uit. Het rijtijdenbesluit zit kort gezegd als volgt in elkaar. Je mag 4,5 uur achter elkaar rijden. 4,5 uur rijden zonder pauze te hebben. En dan moet ik 3 kwartier pauze hebben gemaakt. Dat mag je onderverdelen. Dus zeg maar, als ik een uurtje heb gereden, maak ik een kwartiertje pauze. En als dat 4,5 uur om zijn, maak ik nog eens een keer een half uurtje. Dan heb ik ook 3 kwartier. Het mag niet andersom, niet eerst een half uur en dan een kwartier. Dat mag niet. Het moet echt in die volgorde. Zo bepaald. En na 9 of 10 rijuren op een dag moet je stilzetten. Minimaal 9 of 11 uur. Ja, dat gaat te ver om het al even uit te leggen. Moet je maar even googelen. Dat zit rijtijdenbesluit vrachtwagens. Europa. Je moet er een soort hogere wiskunde voor gestudeerd hebben om dat in één keer te begrijpen. Als je er mee werkt, dan leer je dat snel. En wat gebeurt er als je er niet aan houdt en je wordt gepakt? Dan krijg je een hele hoge boete. Het begint ongeveer met €200, de goedkoopste. Ja, en oplopen tot duizenden euro's. Als jij er maling aan hebt ofzo. Gek hè, want zo'n busje wat mij nu net inhaalt, daar heb ik ook mee gereden. Dan kon ik 24 uur per dag mee sturen. Dat is niemand, ja, dat mag officieel niet, maar dat is niemand die dat kan controleren. Met een vrachtwagen kan het gewoon niet. Lekker door.
Temperatuurmeter geeft inmiddels 11 graden aan buiten. Wat in de rij wint, dus nou ja, dat valt niet tegen. Arendsveen is de eerstvolgende afslag die wij gaan passeren. Snelwegrijden een stuk saaier is als binnendoor. Maar ja, als je een beetje dufjes bent en een beetje uit wil rusten, is het wel lekker. Niet dat ik nou dufjes ben en uit wil rusten, zo is het allemaal niet. Ik ben namelijk zo super stil dat ik barst van de energie eigenlijk. Ja, maar ze hebben een knippertje gegeven. Vennep, waar de A44 hier ook weer bij komt.
en het verkeer vanaf Leimuiden. Oftewel de binnendoorweg, waar ik vaker overheen rijd, waar al een video van is. En dan komen we zo straks bij het brugrestaurant. Schiphol. Buigen we voor Schiphol naar linksaf via de A5 richting Amsterdam-Westpoort. Schuur weer. Febo, McDonald's, Bailey, Frans, Laplace, noem maar op. Meer van alles. KFC, niet te vergeten, Burger King. Alles voor de inwendige mens. Lekker wel die vette handel, heerlijk. Ik heb me gewoon te begraven, maar ik moet het gewoon niet doen. Helemaal dicht met het werk, joh. Hoofddorp en Aalsmeer. Ook als je op Schiphol zelf moet zijn, is het ook handig om deze afslag te nemen.
En hier de A5, afslag richting Zaanstad en Haarlem. Geen auto van Kippie, daar zit een vriend van mij in, een oude collega, Paulus. Als ik met dat bedrijf zou rijden, dan vrat ik de winst op, denk ik. Lekker hoor. Dat is zo lekker, die Kippie-pan. Er zijn wel meer lekkere dingen, maar wat is dat lekker. Pixsplint, een nieuwe combinatie onder zijn hol. Prachtig spul. Nou, Schiphol, je ziet het, hè. Maar het net voor langzaam. Rechts ons de Zwanenburgbaan. Ja, ja, ik weet het inmiddels. Ik heb het even opgezocht. Verderop links de Polderbaan. En een beetje mazzel zien we nog een vliegtuig gekomen. Blijft een mooi gezicht. Ik had er een ongelofelijke zin in vakantie als ik vliegtuigen zie. Niet dat ik veel met vliegtuigen ga, maar eigenlijk. Heel weinig, bijna nooit. Vorig jaar één keer gevlogen. Ja, twee keer terug natuurlijk ook. Hè. Even een tripje naar Gran Canaria gemaakt. Mijn grote vriend André, die daar een café heeft. André's Vliegende Hollandse Bar. Weet ik. In Playa del Inglés. Morgen er ooit eens heen gaan. We zoeken er zeker even op. Want hij is een vriend van de barregapers. En het is er altijd gezet. Dat zonder meer. Ik kan verderop aan de schoorstenen zien. Die zitten er rechts. Twee bij elkaar en nog eentje apart. Dat zijn energiebedrijven. Met die twee schoorstenen, dat is A en B. En die rechts is volgens mij van Nuon of Eneco. Ik dacht dat het Nuon was. De A en B staat in de Westpoort. Heel veel geweest. Heel vaak afval wezen brengen, want ja, zij wekken energie op uit afval. En dat afval wordt geïmporteerd uit het buitenland, grotendeels. Maar ook afval uit Nederland. Richting Amstelveen.
De A5. De A5. Jawel. De polderbaan wordt wel gebruikt, want dan zie ik links vliegtuig naar beneden komen. Ik kan niet of ik op de camera ook wel zien. Zie je maar dat hij er is. Bij de terminal. Probleemloos over de snelweg naar Amsterdam-Westpoort. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden, want ik wil de video niet langer dan een uur laten duren. Anders kan ik hem volgens mij niet op YouTube zetten. Langer dan een uur. Dan weet ik het niet zeker, maar ik ga het even niet uitproberen. Ja, ik heb nog een minuut of 7, 6. Ja. Ja, anders knip ik er gewoon wat vanaf. Hè. Gedaan en we gaan eraf.
gaat eraf! Red parachute uit. Ik ben overigens leeg, hè. Dat, geen lading bij me. Lucht. Linksaf Geuzenveld, rechtsaf richting de Westpoort en IJmuiden en Spaarnwoude. En hier onderdoor gelijk links van mij, je kunt het niet zien, is, het, is een festivalterrein. Het is nu helemaal leeg, er staat helemaal niets. Maar daar vinden regelmatig diverse festivals plaats. Dat is meestal in de zomer. Hè. In de winter is het buiten meestal niet zo lekker. Amsterdam Dance Event vindt daar een festival plaats. Nog helemaal vol. De Dockside heet het dan volgens mij. Ik ga hier afscheid voor je nemen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei doei!